In het begin van de thuisploeg tegen FC Den Bosch is in ieder geval goed. Want dit is een fraaie aanval waarbij de bal voor wordt gezet. Het overstapje is ook knap. En dan is er een vrije schietkans voor Robert Schilder. En gaat die bal uiteindelijk via Leo Vaizanen in het doel. Mooie aanval na een lelijk eerste half uur. En toch Cambuur op voorsprong. En Robert Schilder, hij scoort zelden of nooit. En jammer voor hem, ook deze komt niet op zijn naam. Want hij gaat via Vaizanen, die zijn eigen doelman dus passeert, in het doel. Dan een vervelend moment voor Sam Hendricks. Hier schiet het in zijn hamstring. Er liggen geen paaseieren op het veld. En het is een pijnlijke blessure voor Hendricks. De man die al 8 keer scoorde dit seizoen. Hij moet dus naar de kant. Ook zonder Hendricks scoort Cambuur. Want hier is de 2-0. De corner wordt goed binnengekopt door Matthew Steenvoorde. Het is alweer zijn 6e van het seizoen. En dat is veel voor een verdediger. Den Bosch won maar 1 van de laatste 7 wedstrijden. Het wil graag de eerste ronde in de play-offs ontlopen. En dan zal het toch echt beter moeten gaan voetballen. Hier krijgt Cambuur ook nog een strafschop. De kans op 3-0 is van Kippersluis. Ruzie dan met Maloen over wie die strafschop mag nemen. Het wordt uiteindelijk de Fransman. En dan moet je hem er natuurlijk wel inschieten. Maar dat doet Maloen niet. Van der Steen pakt de bal. Dan krijgt Den Bosch nog 1 kans om terug in de wedstrijd te komen. Want ook de ploeg uit Brabant krijgt een strafschop. Beltrame dan achter de bal. Maar ook hij faalt. Maus redt. En zo wint Cambuur met 2-0. En pakt het belangrijke punten.